We gaan uh, over naar Jay Overmeer, een super talentvolle jongen binnen Glory. En uh, je staat 3-0, hè, Jay? Ja, 3-0 nu. En hoe is het bij jou begonnen, het kickboksen? Nou, dat is grappig, want ik heb eerst eigenlijk altijd getennist, heel veel andere sporten gedaan. Mm -hmm. En um, ik was 14 toen ging ik met een vriend van me mee uh, kickboksen. En na één les ben ik nooit meer gestopt. En toen heeft het eigenlijk mijn hele leven veranderd. Je meteen ik weet... verliefd geworden op de sport? Ja, ik ben meteen verliefd geworden op de, op de sport. En toen moest ik school gaan kiezen en dan heb ik uh, ook het SIOS gedaan, zoals Hans net uh, zei dat hij dat ook had gedaan. Ik heb het SIOS gedaan en het heeft eigenlijk mijn hele leven veranderd. Want het is echt in de vorm van de sport gegaan. En, uh, ik ben ook zelf personal trainer nu. Mm -hmm. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Ik heb echt van mijn van hobby mijn mm -hmm. werk gemaakt. Ah, het, is, het is een lust, ja, als jij in de, in de ring staat, is lust voor het oog. Uh, hoe jij stoot, hoe jij trapt, hoe jij uh, beweegt. Uh, talentvolle jongen, mag ik zeggen. Ja. Um, wat zijn jouw doelen? Want je hebt nu 3-0 in glory. Wat zijn jouw doelen nu? Ik... Ja, ik heb daar lang over nagedacht. En wat ik eigenlijk gewoon echt wil, is gewoon de mensen entertainen. En gewoon dat mensen later op YouTube gaan kijken: oké, okay, ik, wil, ik wil dat ook nadoen, of ik wil dat ook gaan doen. En... En de jeugd omhoog halen, en dat lijkt me wel gewoon heel vet. En natuurlijk kampioen worden. Dat staat is... op één. Dat staat op ja, twee. Ja, nou ja, ja. Ja, ze geven nu nou, als we bijvoorbeeld naar een andere wedstrijd hebben. Of bijvoorbeeld Andy Semmeler, die na één partij al heel snel een titel, krijgt, een titel krijgt. Dan denk ik, hoeveel is die belt dan waard? Begrijp je wat ik bedoel? En dan denk ik van, je moet gewoon, gewoon hele vette partijen neerzetten. Dat is ook waar mensen dan later over gaan praten. Van, hey, weet je nog dat die tegen die vocht? Of dat die tegen die vocht? Ze hebben het niet echt meer over toen hij die belt. hoor. Nee, ze hebben het echt over twee mensen die een partij vochten. En dat ja. is gewoon. Ja, dat is vet. Want Ricardo Nipte, dat is een, uh, is, een is jouw trainer. Ja. Die heeft jou van begin af aan, heeft hij op dit niveau uh, ja. gekregen. Ik zat bij hem in de. Ik zat ben begon bij hem in de kinderles. Mm. En toen, uh, dat, dat was in sloten, toen is de gym afgebrand. En toen zei die, uh, zijn we ergens anders heen gegaan. En toen zei hij. Als jij 100% geeft, geef ik ook 100% en dan ga ik je kampioen maken. En nu. Uh, zijn ja, onderweg. Zijn we onderweg. zijn onderweg. We zijn onderweg. We zijn met in Glory. En uh, ja, we hebben een hele goede chemie. Mm -hmm. Mijn broertje staat in de hoek, ik zie de foto. En ja. Jermaine Shepard. Ja, ja Ricardo, <laughs> Ricardo is degene met zijn tong naar buiten. Ja, ja, ja. Dat ja, ken ik ja. al heel lang. Uh, we <laughs> komen uit dezelfde, uit dezelfde buurt. Echt een uh, topgozer. Buiten trainen om. Je is echt een topgozer. Ja. Uh, ik mag hem heel graag. En uh, ja, hij heeft jou op dat niveau gebracht. Ja, zeker. Wat is er nog aan jou toe te voegen? Wat Aan jouw techniek, aan jouw kracht. Is er, is er nog ruimte al. voor verbetering? Ja, er is altijd ruimte voor verbetering. En daarom is het ook fijn om met Ricardo te trainen in het team wat ik heb. Het moet altijd beter. Ook met mijn kracht trainen, Rami Zahira. Alles kan nog beter. En dat is, ja, daar zit de groei in. Je moet natuurlijk het hoogst mogelijke halen. En ja, je kan op zoveel, je kan op zoveel dingen groeien, joh. Ja. Het is echt. Uh ik denk dat dat ook is waarom ik ook verliefd ben geworden op de sport ja. stel als die steeds beter worden beter worden beter worden en dan zie je hoe trots de mensen zijn en je ziet het zelf ook ja dat is gewoon uh... ze hebben het wel eens over dat Jaap lijkt. Ja, ja ja nee daar hebben, hebben we het niet over je vechtstijl, denk ik nee ze, nee zeker dan hebben ze het gewoon over je hele andere stel ja misschien ik weet het niet ik uh, zeker een hele andere je stijl. ook zo nee, nee. <laughs> nog niet nog niet nog niet, als er reclames niet doen. komen. Niet doen. Nee, niet, niet doen. Ja. Wil jij de volledige aflevering van Warrior Talk bekijken? Ga dan naar warriorcode.com. Maak nu een account aan. Oes.